Sebastiaan, goedemorgen. Goedemorgen, Sander. Wat kan ik voor je doen? Want jij had dan wel een goed idee, volgens mij. Ja, klopt. Je hebt altijd zo'n leuke 10 minuten mix. En jullie DJ's hebben altijd van zo'n leuke jingle. Dus ik dacht van, waarom geen 10 minuten mix met alle jingle muziekjes? Oh, dus alle liedjes die de 3FM DJ's gebruiken in één mix? Ja, zoals bijvoorbeeld Thunder. Ja, of bijvoorbeeld Kids in America van Kim Wilde. Die wordt door Rob Jansen altijd gebruikt op de vrijdag. Oh ja, ja, ja. En, ja. En Jorien heeft er ook één volgens mij. Ja, dat is Dolly Parton met Jolien. En ik moet ook nog denken aan een jingletje van Frank. Die heeft Frank van der Linde op 3FM. Oh ja, die. Ja, ja, ja. Weet je, alweer vergeten. Ja, weet je wat? Ik ga gewoon even mijn best doen. 3FM, Sanders vriendenteam. Fijne ochtend, Sebas. Dank je, ook fijne ochtend. De 10 minuten mix. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone. September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete.
when he called your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene.
zaten er allemaal in. Het waren allemaal liedjes die andere 3FM-dj's op 3FM ook gebruiken in het programma. Zo was daar Kids in America van Kim Wilde. Het is rock van de radio. Wow. Het is rock van de radio. Wow. En I'm Every Woman van Chaka Khan. En Dolly Parton met Jolene. Jolene, 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 Jolene. Die was natuurlijk van Jorien, Jorien, Jorine. Ja. En de afgelopen 10 minuten is er een hoop gebeurd. Ties die heeft gedoucht. Andere Jolien heeft genoten van haar naamplaatje. Heeft ze naar de studio. En Wessel die heeft zijn fietsband opgepompt. En Audrey uit de Alfa aan de Rijn. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Sander. Maar het is Alfa in Noord-Brabant. Oh, Alfa in Noord-Brabant. Ja, toch. Niet aan de Rijn. Nee. Audrey, wat heb je de afgelopen 10 minuten gedaan? Ik heb me aangekleed en ik heb onze 4 kittens verzorgd die aan zijn komen lopen / gedumpt. Want we weten niet waar ze vandaan komen. Maar wat een raar verhaal, joh. Ja, dat vinden wij ook. Waar ben je ze tegengekomen dan? Nou, we zijn ze tegengekomen in onze garage. We hoorden ineens piepen. En toen kwamen er ineens een 4 harige bolletjes tevoorschijn. Oh, dat meen je niet. Ja. En nou? Ja, nou zitten ze gewoon bij ons thuis in de tuinkamer en worden ze liefdevol verzorgd door mij, de kinderen en mijn man. Ja, maar heb je er wel plek voor? Ja, plek zat, want we hebben een boerderij. En nou kunnen ze lekker, als ze dadelijk groot zijn, muizen en ratten vangen. Oh, je gaat ze ook houden, wat goed. Ja. Maar die zijn gewoon door iemand gewoon bij jullie voor de garage gezet, toch? Ja, waarschijnlijk wel, want ze waren goed tam al. Oh, wat zielig. En als het echt wilde katten zijn, dan krijgen ze niet te pakken. Nee. Nou, in dit geval is het dus allemaal goed gekomen. En ze gaan een mooie toekomst tegemoet daar bij jou op de boerderij. Zeker. Superleuk. Ik wil echt een mooi verhaal. Ik bedoel, een beetje een nare aanleiding. Maar het feit dat jij daar goed mee omgaat, dat maakt me blij. Ja, mij ook. Heel goed. We gaan jou het applaus geven, want jij bent de afgelopen 10 minuten alweer lekker bezig geweest. Bij deze, hij is voor jou. Dankjewel. En voor de 4 kittens, heb je eigenlijk al namen? Ja. Oh. Ja, ze heten Eloy, Sint-Helena, Spike en Vicky. Oké. Okay. Oh, je bent wel een muziekfan dus. Het is van Kensington natuurlijk, Eloy en Sint-Helena. Ja. Spikey van Direct. Ja. En wat was die laatste? Vicky. Vicky. Ja, die heeft mijn dochter bedacht. Vicky Leandros, daar ben je fan van. Nee, Vicky de Vicky. Oh, Vicky de Vicky, ja. Sander is opgestaan, wekker uit en je radio aan. Welkom bij Sander's vriendenteam. Met zometeen Mark Ronson en Miley Cyrus. En dit is de nieuwe Stormzy. Welkom bij Sander's vriendenteam. Hij was gisteren nog op tv. Hij mocht namelijk de Formule 1 race op Silverstone mocht hij afvlaggen. Lewis Hamilton won daar. En hij had de vlag, de geblokte vlag in handen. Stormzy op 3.